En om een beetje een leuk begin te maken aan de nieuwe koeien, hadden we bedacht dat ik dan op bezoek ging bij artiesten. Bij zangers of zangeressen. Ja, en zo kom ik dan terecht in een kleedkamer ergens bij Anita Meijer. Maar die Anita Meijer, die vond ik altijd al leuk. Dus ik zei, ja, oké, we gaan naar Anita Meijer. En ik dacht bij mezelf, dat is leuk, want dan zing ik met haar. Het spijt me, vergeef me, dat weet je wel. Dus ik daar naartoe en ik loop door die gangen ergens. En dan kwam ik in de kleedkamer. En toen zei ik als eerste... Oh, ik heb jou nog nooit in het echt gezien. En? En? In beeld. Ja. Nou, ik vind het wel spectaculair om naast jou te staan. Dat vind ik wel. Ja. Ja. Heb jij ooit wel eens alleen in Ahoy gestaan of niet? Zeg, maak jij nou wel eens een beetje je huiswerk? Of kom je hier nou zomaar sec binnenvallen en zeggen, roep maar gewoon wat. 3 keer in Ahoy gestaan in mijn eentje. Ja, zit maar in. Zo simpel 3 woorden die ik eens wil delen. Met jou en voor ons allebei. Ja, de jaren die konden de wonden niet helen. Dus luister en praat weer met mij. Het spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Er wat van alles uit te leggen, nog zo'n lange weg te gaan. Het spijt me, vergeef me, ik kan het echt niet anders uiten. Ik wil dit hoofdstuk nu eens sluiten, je bent te ver van mij vandaan. Het spijt me. En toen stond ik ineens naast Sandra Remer. Ja, nou daar had ik eigenlijk niet zoveel idee van. Maar toen ik ernaast stond, toen dacht ik er ineens van... Oh, die Sandra Remer, die ziet er leuk uit. En, ja, dat ga je ook terugzien in de opname. Dat ik ineens dacht van... Oh, die is toch wel leuk, die Sandra Remer. Ja, nou hier, kijk er maar naar. Dag Sandra. Hallo Harry. Goh, wat hebben we jou lang niet gezien, hè? Nee, dat klopt. Het is werkelijk. 2 jaar. Goh, even aan je zitten, heel even zo. Ja. Ja. Zo. Dat is het. Hè? Nee. Ja, nee. Nee, ik had dat namelijk niet verwacht van je. Wat? Dat je zo ineens van jullie... Dat ik even aan je zit. Ja. Nou, soms heb ik daar een beetje last van even. Nou, met jou wel. Nee, inderdaad. Nou, je ziet er hartstikke goed uit. Dank je. Waar ben je in godsnaam? We zien je nooit. Nee, ik ben... Waar is Sandra? Nou, nu bij jou. Dat vind ik leuk dat je me gevraagd hebt. Ja. Nou, ik ben 2 jaar geleden heb ik een pauzetje ingelast. Omdat ik, daar had ik behoefte aan. Even niks. Oh. Even gewoon niet in de schot lichten. Oh. Gewoon nadenken over... Over wat? Over het leven? Over het leven. Word je daar ziek van? Kijk uit hoor, kijk uit. Oh. Nou, laat ik zeggen dat ik... Ja, waar heb je over nagedacht? Nou, over waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Nou, om niks. Ja, maar ik moet even die zin hebben hoor. Moet ik origineel zijn of is dat soms te vroeg? Genoeg. Ja. En dan, maar daar ging het om. Ja. Na, zal het doen om nog vandaag van jou te zijn. Hij doet het goed.